Ik ben Lilo Andel en dit is mijn informatica eindproject. Daarvoor heb ik een website gemaakt met behulp van een CMS. In dit geval namelijk WordPress. Mijn website is te vinden op het publieke IP-adres 3.83.213.48. Mijn website gaat over LHBT plus geschiedenis, dus de geschiedenis van de gay, bi, trans en nog meer gemeenschap. Dit is de homepagina, waar je ook naar alle andere pagina's kunt gaan, zoals je kunt zien. En waarop er ook alle verschillende berichten te vinden zijn. Als je op zoek bent naar een bepaald soort bericht, dan kan dat via het archief. Bijvoorbeeld als je meer wilt weten over het tijdvak van de klassieke oudheid, dan vind je hier een artikel over Hephaestion en Alexander Grote, die leefden in de klassieke oudheid. Datzelfde werkt ook voor de regio's. Als je geïnteresseerd bent in een bepaalde regio, zoals Azië, dan kan je daar klikken op Azië en dan vind je alle artikelen die te maken hebben met Azië. Daarnaast kan je ook op zoek gaan naar een bepaald soort bericht. Dus als ik bijvoorbeeld geïnteresseerd ben over bijvoorbeeld iemand die in de politiek zat, dan kan ik op zoek gaan naar politiek en dan vind ik daar de artikelen die te maken hebben met politiek of politici of personen die politiek actief waren gedurende hun leven. Daarnaast, als ik op een artikel klik, dan kan ik ook ten eerste natuurlijk een artikel lezen, maar ik kan ook reageren. En dat is het makkelijkste door te doen door in te loggen, dus dat zal ik eventjes snel doen. Kan je een reactie achterlaten? Zoals bijvoorbeeld, ik vind dit een leuk bericht. En je kan ook berichten vinden die gerelateerd zijn aan het bericht wat je op dit moment aan het bekijken bent. Zoals bijvoorbeeld hier over Mwanga 2. Dan kan je ook nog gebruik maken van het forum. Zoals hier te zien is, kan je naar de algemene discussie gaan en daar dan lezen of meedoen aan de fora die al gestart zijn. Of bij suggesties kun je suggesties doen voor bepaalde onderwerpen die behandeld kunnen worden in een blogpost. Dus daar zal ik eventjes een onderwerp maken. Bijvoorbeeld in dit geval over Freddie Mercury. Je kan dan, als je zo'n vorm gemaakt hebt of een onderwerp gemaakt hebt, zorg dat je op de hoogte gehouden wordt van de reacties via de e-mail. Ook kan je bijvoorbeeld nog bewerken wat je gezegd hebt. En dan ook nog het forum veranderen waar je het ingezet hebt. Je kan ook verschillende HTML-codes gebruiken om je bijdrage wat fleuriger te laten lijken. En daarnaast kun je nog naar je eigen profiel gaan en bijvoorbeeld wat leuks over jezelf neerzetten of contactinformatie, zodat je kunt praten met andere forumleden. En je kunt natuurlijk ook je foto aanpassen. Dan heb ik als laatste nog het colofoon. Daar staat dat het website gemaakt is door mij met WordPress voor het Keizer Kade College.